Goedenavond allemaal, woensdagavond 3 maart 2021. En we hebben weer een Diabetes Live uitzending. Hartstikke leuk, ik heb er heel erg veel zin in. Want vanavond gaan we het hebben over de volwassen zorg, volwassen type 1 diabeteszorg bij Diabeter. Ongeveer 90% van al onze nieuwe aanmeldingen, dus mensen die geïnteresseerd zijn in de zorg van diabetes, dat zijn op dit moment de 25-plussers, dus de volwassen patiënten. Hoogste tijd dus om even iedereen te vertellen, maar ook aan patiënten bij onszelf die al bij ons lopen. Maar wat is dat nou eigenlijk, die volwassen zorg bij diabetes? Wat mag ik verwachten? En wat zijn onderwerpen die vaak aan de orde komen? Hartstikke fijn thuis dat jullie allemaal kijken. Geef ons even een likeje of een hartje. Daar worden wij weer blij van. Vinden we leuk om te weten wie er meekijken. En stel ook gerust al je vragen in de chat. Want ik heb alle 4 de internisten die bij Diabeter werken vanavond live hier in de uitzending. Bij mij aan tafel, wou ik zeggen. Maar natuurlijk doen wij ook deze uitzendingen nog steeds, zoals het hoort, hè, vanuit huis. En dat gaat hartstikke goed. Maar ik stel ze heel graag even aan jullie voor. Want heel vaak kennen jullie er maar één, hè, als je al bekend bent met een internist bij Diabeter. Maar we gaan even een rondje maken. Sarah, mag ik met jou beginnen en jou het woord geven? Is nog steeds. Ja. Hij is van de mute af. Helemaal goed. Ja, goedenavond. Mijn naam is Sarah Bovenberg. Ik ben internist endocrinoloog bij Diabeter. Dat betekent dat ik de volwassenzorg doe en vooral interesse heb in de hormoonziekte. Dat ik er al zoveel jaren werkzaam ben, komt mede door de prettige behandelteams waar we mee samenwerken, met goede verpleegkundigen, goede diëtisten, ondersteuning van de receptie. En laat ik ook mijn prettige kinderartscollega's niet vergeten, met wie we natuurlijk altijd ook een goede transitie hebben. Hartstikke goed. Hey Sarah, op welke locaties werk jij? Ik ben hoofdzakelijk werkzaam locatie Rotterdam en in Eindhoven. Yes. En jij was de allereerste internist, hè, bij Diabeter. Yes. Dus ja. De eer komt naar jou. Die eer komt naar mij. En yes. Wat dat betreft kan ik dus ook nog vermelden dat ik alle locaties ook wel een keer heb mogen aandoen wat betreft zorg. Ja. Fijn dat je er vanavond bij bent, Sarah. Hartstikke goed. Matthijs, mag ik jou even het woord geven? Ja, ik ben Matthijs van Wissen. Een van de andere internisten. Volgens mij de tweede. Als ik het goed heb. En ik werk Rotterdam en Schiphol. En wat meer nu naar Schiphol, omdat we daar goed aan het groeien zijn. Yes. En dat zijn mijn locaties. Hartstikke goed. Ook fijn dat jij er vanavond bij bent, Matthijs. Top. Ja, dan gaan we toch het rijtje af. Want dan komen we bij Arjen, denk ik. Arjen Hoogendam. Ja, goedenavond. Ik ben Arjen Hoogendam, internist, vasculair geneeskundige. Ik zit bij diabetes omdat ik vind dat diabetes is teamzorg. En als er één ding is wat we geweldig kunnen doen en wat het zo leuk maakt om bij diabetes te werken, is dat we gewoon één team zijn met alle mensen bij elkaar. Hartstikke goed. Dat was het. Hey, ja, en de locaties waar jij vooral zit? Rotterdam en Groningen nu. Yes. Ja. Je zit nu letterlijk in een hotelkamer in Groningen, hè? Ja, want hoe klopt. Werkt dat? Kan je even, want je woont daar helemaal niet in de buurt. Nee. Nee, ik ga 1 keer per maand 2 dagen naar Groningen. En dan doe ik daar de polyklinische zorg. En voor de rest doe ik heel veel op afstand. En dat is ook zo fijn bij diabetes, dat we heel veel zorg op afstand kunnen doen. Dus ook virtueel ben ik vaak in Groningen. In Groningen aanwezig. Yes. Hartstikke fijn, Arjen. Fijn het ook dat jij erbij bent vanavond. Inge, last but not least, mag ik jou het woord geven? Je staat nog op mute, Inge. Oh, geen probleem. Inge Hommel, ook internist. En ik werk het kost inderdaad bij diabetes sinds september 2019. Moest even tellen. Ik werk op de locaties Deventer. Daar ben ik op de vrijdag. Ik ben in Eindhoven op maandag. En ik werk ook nog 2 dagen ergens anders, waar ik onder andere ook diabeteszorg doe. Maar ook andere dingen. In de zin van consulterend internist in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. En daar woon ik ook. Oké. Okay. Hartstikke goed. Fijn Inge, dat jij er ook bij bent. Dus 2 dagen dedicated voor diabetes en dus ook op 2 locaties. Ja mensen, want die vraag krijg ik regelmatig. Want eigenlijk gaan patiënten ervan uit dat jullie de hele week altijd op 1 locatie aanwezig zijn. Matthijs, mag ik jou daar het woord? Want hoe is dit zo tot stand gekomen? Want we horen jullie vertellen, jullie werken allemaal op meerdere locaties. Ja.
Ja, dat heeft te maken met het feit dat onze hoofdvestiging Rotterdam is natuurlijk de grootste locatie. Mm-hmm. Dus daar zitten we ook daarom met 3 internisten dat we daar poli doen. De andere vestigingen zijn wat kleiner, zoals Schiphol, Eindhoven. Weliswaar aan het groeien, maar nog steeds wel klein. Daar hoef je niet een hele week poli te draaien. Dat lukt ook niet. Daar zijn de patiëntenaantallen nog te klein voor. Dus vandaar dat we ervoor gekozen is om allemaal 2 locaties. Yes. Nee, maar het is ook een bewuste keus geweest om dat zo te regelen ook bij Diabeter. Ja. Yes. Hey, Arjen, ik zei net al, hè, en Matthijs gaf het ook al aan, we zijn aan het groeien, ook qua volwassenzorg binnen heel Diabeter. Niet de ene locatie meer dan de andere, maar vooral de volwassen patiënten weten ons steeds meer te vinden. Wat mogen volwassen patiënten verwachten? Wat mogen onze patiënten die bij Diabeter lopen van jullie en van jouw team, jullie teams verwachten? Wat zit er in type 1 diabeteszorg? Nou ja, allereerst natuurlijk de diabeteszorg zelf, hè, het zorgen voor de glucoseregulatie. Maar ik denk dat bij de internist er ook een aantal andere factoren spelen waar we graag aandacht aan besteden. Hè, hoe manage je ook je leven? Hè, want er zijn genoeg momenten in het leven dat diabeteszorg best intensief is en best moeilijk is. Nou, dat zijn alle levensfasen die je tegenkomt met verdriet en vreugde. En deel je samen met de patiënt en daar probeer je de patiënt ook zo goed mogelijk bij te helpen. En dan last but not least natuurlijk is, wat we niet hopen, is dat de mensen complicaties ontwikkelen. En waar we ook hard voor strijden dat ze die ontwikkelen. Maar dat is wel iets wat we heel erg moeten monitoren. En waar we als we complicaties zien komen, dat we daar op tijd beginnen met behandelen. En dat zijn denk ik de speerpunten van de volwassenenzorg. En ik geef mijn collega's aan of die wat kunnen aanvullen. Ja, ik vind het natuurlijk altijd leuk om iets aan te vullen. Want inderdaad, die complicaties, dat ook preventief daar natuurlijk goed mee bezig zijn. Maar ook aandacht te hebben voor eventuele andere hormoonziekten. Hè, of om daar ook tijdig op te letten of voor te zijn of in bij te springen. Hartstikke goed. Hey, we krijgen wat opmerking dat de beeldkwaliteit niet echt heel erg goed is op dit moment. Lieve mensen, excuus. We hopen dat jullie ons wel goed kunnen verstaan. Onze meneer van de techniek op de achtergrond probeert daar van alles aan te doen. Maar ik hoop dat jullie het ons willen vergeven. Het heeft vast ook met drukke wifi-connecties overal in het land te maken. Zo vlak na het eten dat iedereen nog even online gaat. Maar fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn met redelijk grote getalen aan het kijken. Dus dat is ook leuk voor onze internisten die hier zitten. Hey Inge, jij werkt 2 dagen bij ons, op locatie Zuid en locatie Oost, geef je aan. Jij doet niet natuurlijk, hè, Arjen gaf het al aan, je hebt een groot team om je heen. Maar waar bestaat het team? Wat mogen patiënten, van welk team mogen ze gebruik maken binnen Diabeter? Nou, we hebben in ieder geval natuurlijk een aantal diabetesverpleegkundigen, zoals ook elders. We hebben een diëtist, die meestal ook 1 persoon is die vast bij mensen betrokken is. En die bij ons ook bij de polies altijd meedoet met de voorbespreking. Dus het is, dat vind ik wel een verschil met waar ik eerst werkte. Dat diëtist toch wat meer betrokken is bij wie de mensen zijn, wat daar in hun leven gebeurt en waar ze ondersteuning in kunnen gebruiken op diëtistisch gebied. En we hebben ook een psycholoog. Dat zijn mensen die nu op afstand vanwege ook corona consulten bij ons doen. Voor de mensen, zoals Arjen ook al vertelde, als volwassenen zijn er natuurlijk allerlei live events en allerlei levensfasen waar je soms wel eens wat steuntje in de rug kunt gebruiken. Mm. En daar hebben we ondertussen ook al heel wat mensen naartoe gestuurd met goede ervaringen die daar weer rijker van zijn geworden, denk ik. Dat is een beetje het team, denk ik. Yes, maar je gaf heel terecht aan de diëtist. Die krijg ik heel vaak terug. Je werkt vooral in reguliere ziekenhuizen. Dat de diëtist niet echt een onderdeel is van het behandelteam. Ja. Die zie je een keertje en daarna weer niet. Matthijs, de rol van de diëtist, dat kan jij denk ik ook beamen. Is ook bij jou op Schiphol, maar ook in Rotterdam belangrijk. Is dat anders dan dat jij gewend was voordat je bij Diabeter kwam werken? Ja, absoluut. Absoluut. Het mooie is natuurlijk omdat je verschillende locaties hebt, verschillende teams, dat je ook in vaste teams werkt. Dus op Schiphol hebben we gewoon 1 diëtiste die bij alle voorbesprekingen zit, bij alle overleggen. Dus die kent de patiënt ook en die weet ook waar die op moet letten. In het ziekenhuis was het met name dat een
diëtist, ja, dat konden verschillende diëtisten zijn die bij de besprekingen zaten. Maar het was niet zo goed op elkaar ingespeeld zoals het gelukkig bij diabetes wel is. Dus dat was, ja, was niet echt een onderdeel van een team. Die zat bij de besprekingen, maar verder vernam je daar eigenlijk weinig van. Yes. Dat was bij diabetes gelukkig heel anders. Ja, diëtisten een groot onderdeel ook van het behandelteam. Arjen, ik kom even, want er komen al vragen binnen. Hartstikke fijn. Stel vooral je vragen ook in de chat onder de Facebook-uitzending. Maar Inge zegt ook, ik heb ook hartklachten door de diabetes. Nu kunnen we niet natuurlijk op die hartklachten ingaan. Maar zijn mensen met hartklachten en type 1 diabetes, kunnen wij daar met diabetes ook wat mee? Nou, ik denk in het algemeen dat je kunt stellen als mensen veel complicaties of ernstige complicaties hebben, dan is dat wat lastiger, hè, bij diabetes, omdat we geen ziekenhuis zijn. Dus we hebben de lijnen naar andere specialismen toe zijn vrij lastig. Dus als mensen veelvuldig het ziekenhuis moeten bezoeken voor meerdere specialismen, dan is dat wel lastig. Heb je een ernstige aandoening waarvoor je echt ziekenhuiszorg nodig hebt, dan weet ik niet of diabetes de meest optimale plek is. Yes. Ja. Maar algemeen, laten we hem algemeen stellen, want we gaan natuurlijk niet op medisch specifieke vragen van patiënten in, want daarvoor moet je echt bij je eigen behandelteam zijn. Maar komt het vaker voor, hartklachten en type 1 diabetes? Kunnen we daar iets over zeggen of niet? Ja, ik kan er iets over zeggen. Kijk, wat we weten is dat mensen meer vaatschade krijgen en dus ook hartinfarcten krijgen, hè, met diabetes. En dat proberen we ook heel hard te voorkomen. En dat er ook wel meer hartritmestoornissen voorkomen. Maar dat is niet iets, dat is iets waar we dus heel erg op letten. Oké, jullie screenen er dus wel op, hoor ik je zeggen. Wij vragen daar wel naar en we kijken er ook naar. Maar het is niet zo specifiek dat wij bij diabetes nou juist mensen met hartklachten behandelen. En hartklachten is natuurlijk ook heel divers. Het is ook heel lastig om daar als klacht op in te gaan. Maar het is denk ik het belangrijkste omdat jullie daar wel naar kijken, dat onderdeel van de behandeling is, dat jullie op screenen. Kijk, het hartvaatstelsel is natuurlijk enorm belangrijk om dat goed te monitoren. Yes. Maar wat nog belangrijker is denk ik dat mensen zelf heel veel kunnen doen. En daar is ook onderdeel van vast gesprek om hun hart- en vaatstelsel heel gezond te houden. Hè, door sporten, bewegen, gezond gewicht, niet roken. Hè, dat zijn allemaal items die ook juist in de internistische zorg heel erg aan de orde komen. Niet de makkelijkste altijd. Hè? Gedragsverandering is altijd een van de moeilijkste dingen. Maar jullie hebben daar niet voor niks aandacht voor. Want juist met type 1 diabetes zijn ook juist die lifestyle en die gedragsdingen zo ontzettend belangrijk om juist complicaties te voorkomen. Yes. Hey Sarah, ik wil even met de volgende vraag, want daar komen al wat vragen binnen, ook met zwangerschap. En Sascha vraagt, misschien komt dit onderwerp nog voorbij. Sascha, hij stond inderdaad bij ons op de agenda, maar goed dat je hem erin gooit. Maar Sarah, de vraag van Sascha is, ik zit momenteel in de overgang van een inwendige insulinepomp naar een uitwendige insulinepomp, de 780G. Als dit goed blijft gaan, wil ik overstappen naar een ziekenhuis in de buurt. Maar nu heb ik ook een kinderwens. Is dat dan wel een slim moment om over te stappen naar diabetes? Want ze wil dus, begrijp ik, heel graag over naar diabetes. Maar als je al een kinderwens hebt, hoe ziet de zwangerschapszorg er bij diabetes uit? Misschien kunnen we daar even een algemeen verhaal over vertellen. Ja, nou, algemeen is het op dit moment zo dat de preconceptieadviezen, dus de adviezen die je kunt geven bij zwangerschap en je wil het worden, in samenspraak met je partner, die kunnen we natuurlijk prima geven. En het eerste deel van de zwangerschap is vaak ook goed te begeleiden. Maar daarna is er mede ook door een landelijke afspraak dat je in principe overgaat naar het behandelteam waar de gynaecoloog zit, waar je dan ook je zwangerschap begeleiding zal hebben en de bevalling zal hebben. Dus op een gegeven moment is er toch sprake van een tussen haakjes tijdelijke overstap voor degene die bij diabetes onder behandeling zijn. En in dit geval, waar verwijs jij die dan naartoe? Waar verwijzen jullie dan? Nou, er is degene die zwanger wil worden kijkt eigenlijk naar een ziekenhuis in de buurt of naar een academisch ziekenhuis waar toevallig voorkeur voor is, of daar de begeleiding plaats kan vinden. En in eerste instantie verwijs je ook wel iemand voor een preconceptieconsult, zodat je al een keer met de gynaecoloog en het team daar ook al een keer kennis kan maken. Dus
ja, die keus ligt eigenlijk bij de patiënt. En vervolgens kom je dan ook bij het internistisch team, wat bij in het ziekenhuis van de gynaecoloog is. Yes. En als je dus nog niet bij diabetes onder behandeling bent, dat is inderdaad een beetje een grijs gebied. Sommigen zeggen van ik vind dat toch fijn om wel die start al te maken. En alvast in de voorbereiding al wel bij diabetes de adviezen te krijgen. En dan toch wel weer terug over te stappen. Yes. Of Dus want ik denk ook dat dat voor jullie allen herkenbare. Zwanger worden met type 1 diabetes is een, niet het zwanger worden, maar een goede zwangerschap is sowieso een uitdaging bij type 1 diabetes. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die zeggen, voordat ik groen licht krijg, daar zit ik nog lang niet bij zo'n mooi HbA1c. En die krijg ik regelmatig aan de telefoon en die zeggen dan, ik zou juist heel fijn vinden, want ik loop nog al jaren met een HbA1c van te hoog rond. Ik heb nog lang geen groen licht om juist dat traject ook wel bij diabetes op te gaan starten. Maar dat herken je, denk ik, Sarah. Dat is herkenbaar, precies. Yes. Ja. Hey, we gaan even door. Matthijs, mag ik deze aan jou geven? Want Rennie vraagt, is het mogelijk om op locatie A een internist van locatie B te consulteren die met een specifieke deskundigheid heeft? Kan dat? Verwijs jij wel eens jouw patiënten door? Ik zeg, Arjen weet dus heel veel van vasculaire geneeskunde. Jij hebt een patiënt die daar problemen mee heeft. Bellen jullie elkaar dan? Kunnen patiënten met jouw collega's dan een consult krijgen? Nou, we overleggen natuurlijk onderling. Hè. We hebben sowieso elke om de week hebben wij een multidisciplinair overleg. Klinkt heel mooi, maar dan zitten dus de internisten, diabetesverpleegkundigen, al dan niet ook een psycholoog. Nou, daar brengen we zaken in die ons een beetje waar een ander meer van af weet. Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Arjen, vasculair geneeskundige, als er echt hele specifieke cholesterolzaken spelen, familiaire belasting of zo, dan overleg je even met elkaar. Yes. Jullie weten elkaar goed te vinden dus, maar het is nog niet gebeurd, denk ik, dat patiënten dan ook een afspraak bij een van jullie collega's krijgen. Ik zie Arjen daarop reageren. Ja, nee, het komt zelfs regelmatig voor. Het komt wel voor. Ook, ook bij de, als een patiënt bij de kinderartsen zit. Kinderartsen dealen toch minder vaak met mensen met hoog cholesterol of hoge bloeddruk. En dan laat ik wel eens een patiënt gewoon één keer op mijn spreekuur komen. En dan kijk ik er even naar en dan gaat de patiënt weer terug naar zijn eigen dokter. Yes. En zo hebben we de best of all worlds bij elkaar. Ja, dat is tof. En ik denk ook dat dat de achtergrond van ook de vraag is. Jullie maken dus ook gebruik van elkaars kennis en expertise. Om daar in je eigen kennis, maar vooral voor de patiënt, het ook zo goed mogelijk te krijgen. Hey, hartstikke goed. Hey Inge, vraag. Hè? We zitten in COVID-tijd. De vaccins komen er ook aan. En daar worden ook inderdaad vragen over gesteld. Want wanneer kom je met type 1 diabetes in aanmerking voor het vaccin? En want er is zoveel onduidelijkheid. Dat delen wij, dat die onduidelijkheid er is. Maar wij hebben als diabeter daar ook sowieso artsen in ziekenhuis geen rol in, hè? In die vaccins. Nee. Nee, want we krijgen inderdaad op de poli ook vragen over. En eigenlijk is inderdaad het makkelijkste antwoord dat wij hebben daar geen rol in. Men vraagt ons niet wanneer mensen met diabetes gevaccineerd moeten worden en of wij dat kunnen gaan doen. Dus daarin zijn wij ook afwachtend. Yes. Ook bijvoorbeeld ook over de keuze van het vaccin. Daar hebben wij ook geen zeggenschap over. Nee. Dus hoewel we dat graag begrijpen, is het iets waar wij niks. Ja, daar hebben wij geen rol in. Nee, wij kunnen daar niet concreet in zijn. Dus even, wij volgen, Sarah, wij volgen ook daar in de richtlijnen van het RIVM, toch? Daar hebben wij ook geen invloed op om dat te veranderen of te doen. Nee, klopt. Nee. En ik merk ook op de poli dat het leeft en dat er ook wel eens gevraagd wordt van, ik krijg nu op mijn werk dit aangeboden en ergens anders weet ik. Of als ik op mijn beurt wacht, is het dan weer, moet ik dan kiezen of wat moet ik dan kiezen? En dan nemen we inderdaad wel het gezegde eigenlijk over van, pak wat je pakken kan is misschien wat kort door de bocht, maar ga gewoon voor een vaccin.
Yes, dat is goed. Maar nogmaals, stel als je daar ongerustheid over hebt, natuurlijk vragen stellen mag altijd, maar wij hebben daar ook heel vaak niet meer of een ander antwoord op dan of uw huisarts of het RIVM dat heeft. Maar zodra wij natuurlijk wat meer weten over wanneer toch de type 1 patiënten in Nederland een vaccin mogen verwachten, zullen we dat als diabeter natuurlijk op onze social media, maar ook op onze website gaan vermelden. Weten we wel, en Arjen, heb jij misschien al wel wat type 1'ers gehad die het vaccin al hebben gehad en wat die hebben meegemaakt met hun bloedsuikers? Of heeft een van jullie al ervaring daarmee? Ik hoorde vandaag inderdaad wat ervaringen, soms wat hoog en wat laag. Eigenlijk het gebruikelijke, hè? Je wekt een ontstekingsreactie op en dat leidt in ieder geval wat tot ontregeling. Maar over het algemeen zijn de klachten heel mild, wat ik gehoord heb. Matthijs weet daar meer van. Yes. Matthijs, heb jij ervaringen van jouw patiënten? Ja, ik heb een aantal patiënten die ook in de zorg werken. Verpleegkundigen bijvoorbeeld, maar ook artsen. Een deel daarvan, zeker die in de acute zorg werken, die hebben al een vaccin ontvangen, zelfs al de tweede. En dat is bij de meeste mensen eigenlijk zonder bijwerkingen. En als er wat bijwerkingen zijn, is dat hetzelfde zoals bij iemand zonder diabetes. Heel soms, bij de meesten heb ik eigenlijk niet gehoord dat het echt wat deed op de glucosewaarde. Bij een deel kun je natuurlijk verwachten als je een beetje ontstekingsreactie krijgt, zoals dat ook de bedoeling is natuurlijk met een vaccin, ja. Dat je wat hogere bloedsuikers krijgt. Maar ik heb nog van geen één gehoord dat die bloedsuikers echt de pan uit aan het reizen waren. Dus dat is op zich een goed vooruitzicht voor iedereen, voor de grote host die het nog gaat krijgen. Kan je iets, is ook al een vraag, stel we weten nu al dat je bloedsuikers iets omhoog kan. Kan je daar van tevoren ook al rekening mee houden met hoeveelheid insuline of pompinstellingen, Sarah? Het is maatwerk, denk ik, hè? Dus het is zou echt afwachten wat er gebeurt en daarop reageren. Yes. Kijk, je hebt wel situaties waarvan je denkt, ik kan proactief iets mee gaan doen. Maar dit is echt onvoorspelbaar voor als individu. En ik zou, het duurt ook maar even, dus handel naar wat er gebeurt. Handel naar het moment. Dus ga niet van tevoren al percentages insuline omhoog gooien of zo. Nee, precies. Okay. Heel goed, duidelijk. Hey, een vraag, Arjen. Heeft diabeter een contract met alle zorgverzekeraars voor de volwassenzorg? Is iedereen waar je ook verzekerd bent welkom bij diabeter? Ja. Nou, heel duidelijk. Heel goed, ja, dat klopt. Wij hebben eigenlijk met alle zorgverzekeraars zijn er afspraken, hè? Met alle voor de zorg bij diabeter. Geldt dat hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen? Want mensen krijgen geen extra rekening thuis, toch? Als ze onder behandeling zijn bij diabeter. Sarah? Nee, het is volledig vergoede zorg. Oké, yes. Ja. Goed om te weten. Inge, mag ik even naar jou? Want er komen ook heel wat vragen over. We hebben het altijd, en dat geldt altijd als we het over als we het over type 1 zorg hebben, dat het zo min mogelijk schommelen van je bloedsuikers. Dat is het hoogst haalbare doel, hè? Met een mooi HbA1c en een mooie time in range. Maar er komen heel wat vragen binnen. Of is die 780G nu echt zo'n uitkomst? Wat zijn jouw ervaringen daarbij met jouw patiënten? Nou, dat is inderdaad wel interessant, want het geeft soms toch ook wel andere dingen dan ik eigenlijk had verwacht. In de zin van, het geeft een hele mooie bloedglucose-regulatie bij een heleboel mensen. Maar bij sommige mensen, bij wie ik eigenlijk had gedacht van, nou, daar is het nou eigenlijk hartstikke fijn dat we dat hebben, dat ze minder zelf moeten doen. Als mensen al heel veel zelf deden, is dat nog best wel heel erg wennen. En ik denk dat het wel heel mooie resultaten geeft, maar dat het niet voor iedereen de prettigste manier is om je glucosewaarde te reguleren. Nee. Ik had altijd het idee dat we pompen juist moesten bewaren voor mensen die enorm zelf investeerden in hun glucosewaarderegulatie. En bij de 780, ik denk dat dat ook juist weer een uitkomst is voor mensen bij wie dat gewoon heel moeilijk is door verschillende omstandigheden. Toch net iets anders dan
bij andere redenen. Yes, het is op je handen zitten 2.0, ja. Hè, in je diabetes. En dat is af en toe best wel lastig. Ja. Maar ik neem aan, jullie hebben allemaal ervaring met patiënten met de 780G. En het is leuk om dat niet over die 780 alleen te hebben. Maar nieuwste technologieën, daarin verandert jullie werk ook, denk ik. Door dit soort nieuwe dingen die naar voren komen. Sarah, mag ik jou daar het woord over geven? Hoe is dat voor jou als arts? Want jij hebt ook best wel wat loopers, hè, onder behandeling. Dit is echt wel andere zorg dan 10 jaar geleden, toch? Er worden nu dus, uitkomen. Ja. Ja, nee, absoluut anders. En ook qua interactie, want we doen ook nu wel, noemen we dingen die dan ontwikkeld worden, maar wat ook waar patiënten ook zelf mee al aankomen of zelf al gevonden hebben. Het zij in Nederland of in Duitsland. Ja, wat dat betreft is dat dan mee anticiperen. En iets ja, wat het ook echt leuk wel maakt, is dat je het meedenken van een ieder. Dus men zit niet afwachtend van, laat me maar zeggen, wat er nu weer is. Maar er komen gewoon heel veel, wordt erin bijgedragen. En ook bij zo'n 780 zie je ook wel, ja, hoe mensen daar zelf weer een weg in vinden om het dan weer optimaal te laten verlopen. En juist ook weer leerzaam om dat weer terug te horen. Yes. Ja. Dat is ook leuk om terug te horen. We weten allemaal dat onze oprichter Henk-Jan Aanstoot vindt looper onwijs tof. En die vindt het dus ook noodzakelijk om ook de industrie juist op aan te krijgen om de nieuwste technologieën. Wat vinden jullie, we krijgen steeds meer loopers ook bij diabetes naar binnen. Hoe is dat voor jullie om te doen? Wie mag ik daarover het woord geven als we het echt over loopen gaan hebben? Nou ja, wat ik misschien nog aanvullend kan zeggen is ja. dat natuurlijk een zelfbouwsysteem is. Ja. We proberen daar goed op in te spelen door ook wel al te werken van nou, hoe kunnen wij medisch inhoudelijk goed bijdragen aan iets wat iemand natuurlijk zelf al heel goed in zijn vingers heeft, technisch gezien, qua combinatie van je pomp en je sensoren en acteren daarop. Wil je wel in meegaan, ook om juist wel te zorgen dat als iemand verder diept in gaat, dat het soms ook wel heel goed kan zijn om weer even terug te gaan naar het grotere plaatje. Maar dat geeft juist wel hele leuke interacties en kan weer bijdragend zijn voor andere situaties. Yes. Hey, ik roep altijd, het bouwen, daar moet je ons niet voor hebben. Sowieso niet, omdat het ook niet een medisch erkend systeem is. Hè. Dus wij mogen dat ook niet adviseren aan onze patiënten. Dat vinden we af en toe ook best wel lastig, maar zo is het. Zo is ook wettelijk geregeld. We staan open voor loopers, maar je moet het wel zelf in elkaar kunnen zetten en kunnen bouwen. En ja. Wij leren vooral heel erg van de loopers zelf. Dat is eigenlijk even de... En je moet ook, Arjen. De keuze voor het systeem is aan degene zelf. Maar je kan natuurlijk wel even met elkaar sparren van wat is er en hoe zou ik het in kunnen zetten. Maar inderdaad, die keuze is aan iemand zelf. Yes. Hey, want Arjen, moet je ook als looper, want er zitten veel volwassenen en het begint ook steeds sowieso in de type 1 diabeteszorg, begint het ook voor mensen die nog nooit aan loopen hebben gedacht, begint het nu best wel een interessant onderwerp te worden, omdat ze de resultaten er van andere mensen ook zien. De vraag, moet ik iets, het is altijd op eigen verantwoordelijkheid, als je gaat loopen, moet ik daar bij diabetes iets voor ondertekenen, moet ik daar iets voor doen? Hoe doen jullie dat met de mensen die loopen? Hoe doen wij dat bij diabetes? Nou, we zijn daar nu heel hard mee bezig. We hebben nu een soort contract wat we ook opstellen met de patiënten. Dat is in de laatste fase van schrijven. Waarin we ook duidelijk afspreken van wat zijn ieders verantwoordelijkheden. Je bouwt zelf je systeem. Dus dat betekent ook dat je zelf, als het niet werkt, dat je zelf ook zorgt dat je dat weer herstelt. Want kijk, het voordeel van dit systeem is dat je het helemaal zelf kunt bouwen. Maar het nadeel is dat iedereen allerlei kleine technische snufjes aan elkaar kan knopen. En wij kunnen, die ontwikkeling gaat zo snel. En dat is zo afhankelijk van welk mobiel heb je, welke techniek gebruik je, welke pomp. Nou, dat kunnen wij allemaal niet bijhouden. Dus het is heel erg belangrijk dat je dat zelf weet. Ik zeg altijd tegen de mensen, als je zelf een auto bouwt in je schuur, dan kun je er niet mee naar de dealer toe gaan en zeggen van hij doet het niet. Dus je kunt of iets kopen, nemen wat door de industrie gemaakt wordt en dan kun je daar ook naartoe. Of je bouwt het zelf, maar dan moet je het zelf ook onderhouden. En dat is best intensief en ik zie ook dat best veel tijd en energie kost, ook om het in de vingers te krijgen. Dus het is wel een stap die je wel overwogen moet nemen.
Yes. En ook goed je behandelteam bij moet betrekken, hè? Zodat wij ook weten wat er speelt bij een patiënt. Ja, ja zeker. Yes. Hey, loopen is een ding, daar wil ik nu even van afstappen, want er is natuurlijk veel meer in het wereldje van de type 1 diabetes. Want ook steeds meer patiënten, volwassen patiënten, zoeken hun health toch ook een beetje in het koolhydraatarm of het keto-dieet. Wat zijn jullie algemene vragen? Want daar komen aardig wat vragen over. Er zijn blijkbaar heel veel ziekenhuizen die daar nogal negatief tegenover staan, als patiënten daarmee komen. Hoe is dat als patiënten met die wens bij diabetes komen, als mensen die wens hebben om keto-allergeen, koolhydraatarm te eten? Wat is jullie ervaring daarmee? Inge, heb jij ervaring daarmee? Ja, ik ken in ieder geval mensen die het graag willen doen. En ik denk ook dat dat iets is waar we dan over in gesprek gaan. Ja, in het algemeen denk ik alles wat te is, maar dat is echt een algemeen ding. Alles wat te arm is of te rijk, dat is niet goed voor je. Maar we proberen natuurlijk wel te kijken, hè, op hoe de wensen van iemand aan te passen zijn, dat het gewoon goed met de diabetes samen kan. Want op zich is koolhydraatarm eten, daar is niks mis mee. Maar je hebt ook koolhydraten nodig om jezelf insuline toe te kunnen dienen en om het veilig te houden. En om energie te hebben om dingen te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat iets is wat je individueel heel goed kunt bespreken bij ons en waar niet zeker nee op wordt gezegd, maar je zult ook wel duidelijk de informatie krijgen van de diëtisten of adviezen van wat uit de huidige stand van de voedingsleer toch nog steeds geadviseerd wordt. Ja, want we mogen wel zeggen, de diëtisten bij ons zijn ook aardig op de hoogte, hè, van wat er allemaal speelt, zeker. Maar ook de ins en de outs, een betrokken club meiden ook, die ook heel veel onderling contact hebben. Ja. Want het is wel iets in de type 1 diabetes wereld, weet ik, ook vanuit de social media, maar een onderwerp wat steeds meer ook wellicht bij jullie aan tafel komt. Ja. Maar het blijft maatwerk. Ja, zeker. Ook daarin. Ja. Yes. Hey, zijn er pompen waar jullie bij diabetes niet mee werken? Matthijs, hebben we een lijstje van pompen waar wij niet mee werken? Er zijn een aantal pompen die uiteraard niet in Nederland op de markt zijn. Dana-pompen, die is dus nooit op de Nederlandse markt toegelaten. Ja, dat zijn pompen waar wij niet mee werken, die wij ook niet voor kunnen schrijven, uiteraard. Maar verder is het in principe mogelijk om de pompen die op de markt zijn, een patiënt heeft een keuzemogelijkheid en daar zullen wij ook zoveel mogelijk in ondersteunen, al zullen we natuurlijk wel altijd, het is een teamoverleg, dus de patiënt overlegt met zijn of haar team en dan kijken we of zo'n pomp wel geschikt is. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten die misschien niet helemaal goed bij zo'n patiënt uit de verf gaan komen. Yes, want het gaat eigenlijk om dat je niet voor je moet een doel hebben, hè, waar je naartoe, en daar moet je de juiste middelen bij vinden. En dat is inderdaad, ik kan me zo voorstellen als je aangeeft, Matthijs, dat een teamgesprek is. Maar moet je dan ook wel eens, want ik kan me ook voorstellen, patiënten worden ook steeds mondiger, moet jij wel eens nee verkopen als internist en dan kunnen uitleggen waarom iets niet verstandig is? Nou ja, ik heb dat toevallig een keertje met iemand gehad die wilde gaan loopen met een Dana-pomp. Het is niet dat wij niet willen ondersteunen, maar als het niet kan, dan lukt het gewoon niet. En het, heel soms kan het schelen als dan de patiënt zelf contact opneemt met zijn zorgverzekeraar en kijkt wat er mogelijk is. Wij kunnen ook niet meer dan wat we kunnen, om het maar zo te zeggen. Ik hoor je daarmee zeggen, wij kunnen zaken doen met pompen die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn, zeg maar. Doen we ook, is iedereen welkom dan dus met elke pomp die in Nederland beschikbaar is, Arjen? Jazeker, dus ja. Yes, want zijn er al ervaringen, daar komt, hè, we hebben best wel ruime ervaring al met de 780, steeds meer van onze patiënten gaan daarover. Hebben wij ook wat ervaringen al met de tandempomp? Heeft een van jullie die al, een patiënt die op de tandempomp zit? Sarah? Die is natuurlijk officieel ook vanaf januari op de markt gekomen. Je hebt natuurlijk inderdaad altijd wel nieuwsgierige voorlopers die het dan lukt om wat eerder aan een tandem te komen. We zien het eigenlijk nu toch ook best wel weer toenemen, die vraag naar de tandem. Ook omdat die natuurlijk wel mooi kan samenwerken met een Dexcom als je
daarvoor in aanmerking komt. Dus de ervaringen beginnen langzaamaan steeds meer toe te nemen. Hey, wat is jouw beeld daarvan, van de tandem? Is het een hoopvol systeem, Sarah, denk je, als arts zijnde? Ja, ik denk dat dat ook wel een hele mooie toevoeging is aan het palet van pompen en sensoren. Dat er een keuze is, denk ik ook, dat dat heel goed is. Ook met wat Medtronic al op de markt heeft gebracht en de andere om die pot is natuurlijk ook doende. Dus en ja, om dan ook goed op de hoogte te blijven van de voor's en tegens van die verschillende systemen. Ja, dat hoort er gewoon bij. En dan zie ik met de tandem en zoals het ook samenwerkt met de Dexcom in een control IQ, zitten daar absoluut ook goede, mooie resultaten haalbaar zijn. Leuk, gaaf. Ja, ja. Hey, je noemde het al en daar komen ook al uiteraard, dat hadden we al verwacht, maar ook vragen over. Dat gaat over sensorvergoeding. Steeds meer systemen. Arjen, ik wil bij jou beginnen, maar steeds meer systemen die op de markt komen werken het meest optimaal als dat gecombineerd kan worden met een CGM. Krijgen patiënten bij diabetes heel makkelijk die CGM-vergoeding? Ja, was het maar waar. Ja. Wij zouden graag heel veel meer mensen een sensor willen geven. Alleen wij zitten vast aan de sensorvergoedingsvoorwaarden waar alle Nederlanders aan vastzitten. Diabetespatiënten, dat zijn de zorgverzekeraars die bepalen wat mogelijk is. En dat is helaas bij ons centrum niet anders dan bij andere centra. Yes, dat is wel goed om even te zeggen, hè? Want het gaat wel rond op social media. Als mensen ergens een CGM niet vergoed krijgen, wordt het toch altijd, en dat vind ik altijd heel lief, maar ook aan zo, joh, ga toch eens ook met diabetes praten. Maar je geeft net al terecht aan Arjen, wij zitten aan exact dezelfde eisen vast als de rest van de centra in Nederland. Neem niet weg natuurlijk wel dat we graag met al onze patiënten die bij ons lopen het gesprek aangaan hoe we de best mogelijke zorg kunnen geven. Maar het is dus absoluut overstap naar diabetes is absoluut geen sensorgarantie. En dat is nogmaals goed om dat met elkaar te blijven bespreken. We gaan hartstikke snel. De tijd is ook al 7:55 en er komen nog steeds heel veel mooie vragen. We zijn er nog geen mensen, dus heb je nog vragen, stel ze vooral onderaan in de chat. Maar zijn mensen, is er een leeftijd waarop je te oud bent om naar diabetes te komen? Inge, heb jij daar een persoonlijke mening over? Dan kunnen we misschien wel een leuke groepsdiscussie. Maar wanneer ben je te oud om naar diabetes te komen? Ja, nooit eigenlijk. Het ligt een beetje aan wat je graag bij diabetes wilt vinden. Yes. En Arjen noemde natuurlijk wel ook al, naarmate je ouder wordt, heb je natuurlijk ook meer kans dat je complicaties zou kunnen krijgen. Is dat iets wat heel veel ziekenhuisbezoek noodzakelijk maakt, ja, dan is dat misschien minder fijn om bij diabetes onder behandeling te zijn. Maar in principe kun je met alle leeftijden, met bepaalde wensen aan de zorg, kun je natuurlijk kijken of dat je bij diabetes jouw behandelteam vindt. Yes. Dus daar is geen max aan. En het is voor ons ook zelfs wel leuk. Want ja, ik vond het heel bijzonder toen ik overstapte van een ander ziekenhuis, dat je hier zoveel jonge mensen hebt. Aan de andere kant, ja, al die jonge mensen, dat is niet de populatie diabetes type 1 in Nederland. Dus ik vind het ook voor het palet aan mensen dat we hebben, vind ik het juist wel heel goed om ook mensen te hebben van andere leeftijden. Dat is ook leuk, hè? Die zien we ook. Is ook grappig om te merken. En Sarah was onze allereerste internist binnen diabetes. We zijn natuurlijk, en dat is altijd wel goed om nog even, we zijn 13 jaar geleden opgericht door Henk-Jan Aanstoot en Henk Veese als kinderdiabetescentrum. Puur om de reden dat Henk-Jan Aanstoot en Henk Veese allebei zelf kinderarts zijn. En zij dachten, wij gaan diabetes starten. Maar wat is nu eigenlijk de reden geweest, Sarah, dat jij bent aangenomen destijds? Want we mochten patiënten tot 25 jaar, mochten kinderen tot 25 bij ons blijven. En toch ben jij in dienst gekomen toen. Wat was daar de reden van? Ja, dat is eigenlijk ook wel samenhangend met een soort van kinderen worden groot en volwassen. En hadden daarbij de vraag om toch te kunnen blijven om de zorg door te zetten bij diabetes. Vandaar ook natuurlijk ook dat de populatie vooral echt jongeren is, twintigers, dertigers. En eigenlijk nog maar sinds 2-3 jaar dat het ook akkoord is dat volwassenen, oudere volwassenen, naar diabetes kunnen komen. Wat
eigenlijk wel weer het grappige effect geeft dat als jongeren naar een volwassen podium moeten zich lamschrikken van de oudere populatie die dan in de wachtkamer zit. En hier struikelen ze dan over de keukentjes en de andere attributen die er in de wachtkamer zitten. Dus ik denk, ja, het is soms ook wel eens even illustratief dat het ook van alle leeftijden is. Yes. Ja, inmiddels komt dat steeds meer in balans natuurlijk. Ja. Het is leuk om te merken, hè? Vooral jullie doelgroep is aanzienlijk aan het groeien. Dus het is ook fijn dat jullie er allemaal zijn. Maar het zegt, want wat is nu het grootste verschil, Matthijs? Wat kunnen echt onze volwassen patiënten, wat mogen zij verwachten van de zorg bij diabetes? Ja, ze mogen uiteraard verwachten dat er een team met ze meedenkt. Waarbij de patiënten, ja, als het ware ook onderdeel is van het team. Waarbij ze laagdrempelig allerlei zaken rondom de diabetes besproken kunnen worden. Dat is dus niet alleen maar, zoals Arjen volgens mij ook al eerder aangaf, alleen maar de glucosebehandeling. Dus de cijferbehandeling, maar ook alles daaromheen. Daarom is het ook zo fijn dat we een psychologie in kunnen consulteren. Een eigen psychologie. Ja, bijvoorbeeld op Schiphol hebben een psycholoog daar ook werken. Dat is heel erg prettig. En wat ze verder nog mogen verwachten is natuurlijk dat er niet alleen maar wordt gekeken naar de diabetes. Het is net ook al een beetje gezegd, dus misschien een beetje herhaling van zetten. Maar dat er ook breder wordt gekeken. Dus ziekte die je vaker gepaard ziet gaan met diabetes. Bijvoorbeeld een traagwerkende schildklier. Maar natuurlijk ook dat er elk jaar gemonitord wordt op complicaties. Vandaar dat ze eigenlijk alles wat je bij diabetesbehandeling mag verwachten, dat ruimschoots aan bod aan orde komt. Ik blijf even bij jou, Matthijs, want ik krijg veel opmerkingen. Ik sta altijd binnen 5 minuten weer buiten bij mijn internist in de reguliere zorg. Hoe lang duren de consulten bij een internist bij diabetes? Hoeveel tijd krijgen jullie van de planners per patiënt? Ja, dat is een beetje een voor-corona-periode en tijdens corona-periode. Voor corona-periode hadden wij heel veel gecombineerde spreekuren. Dus dan ging je naar de diabetesverpleegkundige toe en daarna naar de arts of andersom. En bij een arts heb je dan ongeveer 20 minuten. Een beetje afhankelijk, hè. Als je nieuw binnenkomt, dus als je overstapt naar ons, dan heb je 3 kwartier. Intakegesprek. En anders is het 20 minuten, soms een kwartier. Nu met de coronatijd, dan doen we veel meer remote. Dus veel meer via beeldbellen. En dan zie je dat we de taken wat meer gaan verdelen. En dan heb je ook wat meer tijd per patiënt. En dan kan het soms een half uur duren. Maar in ieder geval niet, in principe niet die 5 minuten. Tenzij de patiënt zelf aangeeft, ik heb maar 5 minuten en ik heb niks te bespreken. Want dat is vaak, en dat is wat mensen in reguliere zorg, en helaas is dat zo. En daar is ook even een compliment naar jullie toe. Maar veel, als je HbA1c goed is in de reguliere zorg en je hebt zelf niet heel veel vragen, dan sta je dus vaak binnen 5 minuten weer buiten. Maar we krijgen dus te horen van onze patiënten dat jullie inderdaad ook doorvragen. Of als er, jullie gaan niet op zoek naar problemen, maar er wordt wel meerdere facetten van het hebben van type 1 worden besproken. En daar, ik denk wel dat we daar wel echt onderscheidend zijn van de reguliere zorg. Je gaf net al aan, Matthijs gaf al aan, Arjen, mag ik die aan jou geven? Want we hebben het al gehad, als je heel veel artsen als je veel complicaties hebt, dan is diabetes waarschijnlijk niet de handigste plek. Maar schildklierproblemen, cholesterolproblemen, hoge of lage bloeddruk, kunnen jullie dat als endocrinoloog, als internisten wel binnen diabetes behandelen? Ja, zeker. Dus aandoeningen die passen bij diabetes, die veel voorkomen bij diabetes, die behandelen ook. En dat moet ook, omdat wij weten, omdat we jou als patiënt heel vaak terugzien, weten wij uitstekend van welke risico's loop je, kwam tegen de computer aan. Dus wij weten daar heel veel van. Dus het zou ook niet meer dan logisch zijn dat we de bloeddruk en het cholesterol dan ook mee behandelen. Want dat zijn bij elkaar gewicht, bloeddruk, roken, cholesterol, dat zijn de grote risicofactoren. En die moet je dus ook meenemen in je behandeling. Dat is diabetesbehandeling. Het is een integrale aanpak samen met de patiënt. Het is meer dan alleen de suikers. En dat is waar de internist met name zo'n belangrijke rol moet spelen.
Yes. Hey, we hebben heel veel wel in huis, maar ook niet. We hebben geen oogartsen, hè, op de locaties. Hoe regelen jullie dat met jullie patiënten, Inge, die toch voor een jaarlijkse oogcontrole moeten komen? Ja, de meeste mensen gaan in een regulier ziekenhuis met een verwijzing van ons. Dat begint een beetje lastiger te worden. Ja, dat hoor ik, ja. En ja, soms is het ook dat we het nog via, ja, het zorgdomein komt nog niet zo heel vaak voor. Maar er zijn ook, dat kan Arjen eigenlijk beter zeggen. Want ik zit niet in Rotterdam, maar in Rotterdam heb ik ook begrepen dat er een organisatie van optometristen is. Die fundusfoto's kan maken voor ons. En die dan ook kunnen beoordeeld worden door een oogarts. Waarbij er dan ook een doorverwijsfunctie is als er afwijkingen zijn bij die fundusfoto. Want er zijn meerdere oogartsen waarmee ik ook nou de consulten terugkrijg. Met het advies dat er gewoon over een paar jaar met een fundusfoto gecontroleerd kan worden. Maar daar is ook geen. Ik krijg ook verschillende dingen van de oogartsen terug, moet ik zeggen. Yes, kan ik me ook voorstellen. Want in principe, hè, voor de controles krijgen de patiënten van jullie een verwijsbrief voor een oogarts elders. Maar er werd net ook al een bruggetje gemaakt, Arjen, want er gaat in Rotterdam wel iets anders starten nu ook qua ogen. Ja, ja, we merken echt dat patiënten heel veel moeite hebben om bij de oogarts terecht te komen. En we hadden vorig jaar hadden we een funduscamera gekregen. En stonden we eigenlijk in de startblok om te gaan starten met fundusfoto's maken. En dat is toen corona ertussen kwam helaas een beetje uitgesteld. Maar tot onze grote vreugde gaan we per april beginnen met fundusfoto's zelf maken. En zoals Inge al zei, die worden dan inderdaad beoordeeld in eerste instantie door een expertsysteem. En als er twijfel is, dan wordt dat doorgestuurd naar ervaren optometristen en oogartsen die dan de foto's beoordelen. En voor de duidelijkheid, is dat in de eerste instantie nog alleen voor patiënten die op locatie Rotterdam lopen? Dat is in principe alleen voor mensen die op Rotterdam lopen of mensen die bereid zijn naar Rotterdam te reizen. Leuk uitje hoor, leuke stad kan ik zeggen. Yes. Nee, maar daar staat die camera voorlopig. We denken wel na over een oplossing waarbij we zeg maar op meerdere locaties dat uiteindelijk kunnen aanbieden. Maar we beginnen eerst gewoon met ervaring op te bouwen en te zorgen dat alles goed loopt in Rotterdam. Hartstikke goed, leuk. Hey, Sarah, er wordt gezegd reguliere zorg, hè, zegt dat er bij de spoedeisende hulp altijd een bedgarantie is. Nu heeft diabetes geen bedden, maar wat, hoe ziet onze spoedzorg eruit binnen diabetes? Ja, de noodopvang of als spoedtelefoontjes. We hebben dan met z'n vieren een 24 uur bemanning van een telefoon. Dus we proberen telefonisch buiten kantooruren dat wat er aan diabetes gerelateerde spoed is te bespreken en op die manier te behandelen. Eigenlijk ook te voorkomen dat iemand naar een ziekenhuis zou moeten. Mm-hmm. En ik kan je ook zeggen dat dat in bijna 99% van de gevallen ook wel haalbaar is op die manier. Ja, mocht het wel nodig zijn dat je het vermoeden hebt van een ziekenhuis is hier wel nodig of is het niet diabetes gerelateerd, dan ga je overleggen met het ziekenhuis wat in de buurt is van waar de patiënt woont. Dan wel kijk je of het handig is om overleg te hebben met de huisarts. Maar dat is iets wat je eigenlijk op dat moment ad hoc dan gaat bespreken en oplossen. Maar jullie krijgen dus ook in de spoeddienst, je kan dus ook iemand anders dan je eigen behandelaar aan de telefoon krijgen. Weten jullie dan ook als je een niet-eigen patiënt aan de telefoon krijgt, kunnen jullie bij alle gegevens, Sarah? Ja, we kunnen de gegevens van de patiënt kunnen we wel in een zeg maar beperkte vorm, kunnen we wel zeg maar uit het dossier weten te halen via een e-mailoproep. En op die manier hebben we de gegevens bij de hand. Maar ik kan je ook zeggen dat de patiënt eigenlijk ook wel heel erg goed kan formuleren wat de reden is van bellen. En om dingen ook daarmee te kunnen achterhalen. Maar stel dat je iemand wil doorverwijzen en je wil wat medische achtergrondinformatie geven, kun je dat op die manier wel verzorgen. Oké, okay, heel goed. Jullie kunnen dus allemaal in de patiëntendossiers die bestaan. En, maar het is ook goed om te horen, ook weer even terug te horen, dat eigenlijk toch de meeste gevallen het jullie lukt om te voorkomen samen met patiënten, hè, want dat is niet alleen maar ook samen met de patiënt,
te voorkomen dat een ziekenhuisopname nodig is. Dus betekent dat er goed gebruik wordt gemaakt dan ook op de juiste momenten van de spoedeisende hulp. Schroom vooral niet als je buiten kantooruren, maar ook tijdens kantooruren echt medische spoed, dat je echt overleg nodig moet hebben omdat het niet goed met je gaat. Schroom niet vooral onze spoedlijn van diabetes te bellen. Hey, we zijn al lekker, we gaan al iets over tijd. Ik wil nog een paar vragen hopen we te kunnen beantwoorden. Maar ik wil jullie ook alvast, er komen heel veel complimentjes voor jullie, jullie kant op. Dus die bij deze alvast collega's, jullie doen voor veel mensen heel goed werk. Maar nog een vraag van Sascha. Kunnen verschillende disciplines gecombineerd worden tijdens je bezoek aan diabetes? Ik moet nu vaak extra terugkomen omdat het vanuit het ziekenhuis niet haalbaar is om alles op één dag te plannen. Inge, hoe werkt dat? Hoe proberen jullie dat te regelen in Deventer en in Eindhoven? Ja, wat eigenlijk gebruikelijk was, is dat er altijd combinatiespreekuren waren, waarbij je eigenlijk altijd de diëtiste, de diabetesverpleegkundige en de internist had. En waarbij er dus 20 minuten in ieder geval voor de internist was en 20 minuten voor de diabetesverpleegkundige. Dus dat zat sowieso, zat dat al eigenlijk bij elkaar. Soms konden mensen dan ook nog voor een afspraak naar de diëtiste toe, want die hoeft natuurlijk niet iedereen te zien die bij een spreekuur op de lijst staat. En tegenwoordig hebben we dus ook weer beeld, waardoor het ook weer makkelijker is om soms de afspraak juist uit elkaar te halen. Omdat het, we ook wel merkten dat als je en een internist en een diabetesverpleegkundige en dan soms ook nog een diëtist, het wordt ook een beetje veel. En we gaan dingen dubbel doen en dan is het juist misschien ook weer fijn om wat te splitsen. Dat gaat dan wel makkelijker als het ook digitaal kan. Yes, dus digitaal. Maar het is mogelijk, want ik heb dit vaker gehoord, hè, dat je op maandag moet je bij de internist en dan op woensdag weer naar de diëtiste. Maar waar mogelijk proberen jullie zoveel mogelijk afspraken te combineren voor een patiënt. Ja. En ook met de labcontroles, Matthijs. Want in reguliere ziekenhuizen moet je al een week voordat je een afspraak hebt met je internist, moet je dan naar het lab. Hoe doen jullie dat bij diabetes? Nou, wij nemen het lab zelf af. Het bloed wordt geprikt. Voorafgaand of volgend op een consult wat je hebt. De HbA1c-metingen, dat gebeurt ook gewoon op locatie, maar dat is met een vingerprik. Dus dat is niet in hetzelfde bloed wat we afnemen voor je nierfunctie of je cholesterol. Nee. We doen dat in principe één keer per jaar. Tenzij er dusdanig afwijkingen zijn of je verandert van medicatie of je start met medicatie, dat je het wat sneller doet. Dus we doen het gewoon op de dag dat je een afspraak op locatie hebt. Dus je hoeft niet eerder of later nog een keer extra daarvoor naar diabetes te komen? Nee. Okay. Hey, hartstikke goed. Hey, een vraag van Cas. Arjen, stel ik heb type 1 en ik krijg onverhoopt corona en beland dan in het ziekenhuis. Wie voert dan, behalve ikzelf natuurlijk, zegt hij al heel terecht, maar ikzelf zolang dat mogelijk is, de regie over mijn diabeteszorg. Hoe werkt dat voor onze patiënten bij diabetes als zij toch in een ziekenhuis onverhoopt terechtkomen? Ja, in principe als jij onder behandeling komt van een internist in een ziekenhuis, dan neemt die de hele zorg over. En een internist kan contact met ons opnemen, dat gebeurt ook. En dan kunnen wij hem van alle informatie voorzien. Maar het is heel belangrijk dat degene die dichtst bij de patiënt staat, dat hij ook de zorg levert. En op dat moment staat die internist dichtst bij de patiënt. En dus dan neemt hij de zorg even over. Dat is eigenlijk een beetje net zoals bij de gynaecologische zorg. Op het moment dat je echt overgaat naar een gynaecoloog in het ziekenhuis, dan past daar ook een internist bij die daar die zorg levert. Snap ik, maar kan me ook, hè, omdat jullie patiënten jullie zo goed kennen en jullie patiënten ook, dat je het als patiënt wel een prettig idee vindt dat jouw eigen internist ook benaderd wordt door de patiënt in het ziekenhuis. Maar die mogelijkheden zijn er dus. Ja, de patiënt kan ook altijd nog contact met ons opnemen. Dat is geen enkel probleem. Ook als je vragen hebt of zorgen hebt. Maar we laten wel altijd de eigen internist van het ziekenhuis het hoofdbehandelaarschap. Matthijs wilde ook nog wat zeggen. Yes, ik zag hem ook. Nou ja, wat ik wilde toevoegen. Soms is het natuurlijk ook niet handig als wij de regie houden over de diabetes. Want stel dat je wordt opgenomen, je krijgt medicatie zoals bijvoorbeeld prednison, wat de hele regulatie in de war kan gooien. En die medicatiedosering die kunnen soms ook wisselen onder zoveel dagen. Ja, dan is het op zich voor ons, dan hebben we niet het totale plaatje. Dus dan is het gewoon toch prettiger dat de internist daar, die alles overziet, ook gewoon die glucoseregulatie over kan nemen.
Oké, heel goed. Yes. Hey, lieve mensen, het is 8:08. Jullie hebben aardig de tijd volgepraat. Hartstikke goed. Er waren dus duidelijk heel veel vragen. Dank jullie wel daarvoor, kijkers. En dank je wel voor alle mooie en eerlijke vragen. Dank je wel, Inge, voor je aanwezigheid vanavond. Arjen, Sarah en Matthijs. Heel erg fijn om jullie nu allemaal zo even op beeld te hebben en voor te kunnen stellen aan het grotere publiek. Hartstikke goed. En keep on doing the good work. Dank dat jullie nu ook zo'n belangrijk en groot onderdeel van de diabeteszorg bij Diabeter zijn. Er komen aardig wat vragen binnen, zo van ik zou me heel graag willen aanmelden bij Diabeter. En dat snap ik en dat is ook heel erg tof. We hebben alleen op sommige locaties echt lange wachttijden. Dus laat je vooral even informeren. Nu nog eventjes door mij. Mijn werk wordt overgenomen door twee andere collega's. Maar laat je vooral nu nog even informeren door mij. En straks door Katja en Grada over de locaties. Wat we voor je kunnen betekenen. Maar ook de eventuele wachttijden die daarbij horen. Want we zijn razend populair, lieve mensen. Steeds meer mensen hebben interesse in onze zorg bij Diabeter. En dat betekent dat onze lijsten ook steeds langer worden. Want we hebben domweg niet genoeg personeel. En dat is iets wat er in de volledige zorg in heel Nederland op dit moment speelt. Maar dus ook bij Diabeter. Dus natuurlijk zouden we het graag met open armen jullie allemaal willen ontvangen. Maar wij moeten ook, en wij zorgen ook graag dat onze collega's ook, we kunnen niet meer dan dat ze al doen. Dus vandaar dat we op veel locaties ook wat langere wachttijden of wachtlijsten hebben. Wij vragen daarvoor uiteraard jullie begrip. En ik hoop dat jullie ons dat kunnen, ja, nou ja, kunnen geven en dat jullie het snappen waar dat vandaan komt. Hey, nogmaals, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en voor al jullie vragen die jullie hebben gesteld vanavond. Hebben jullie zelf nog medische vragen waarin die niet aan de orde zijn gekomen en die we ook niet kunnen en mogen benoemen in zo'n uitzending? Neem altijd contact op met je eigen behandelteam als je ergens tegenaan loopt qua diabeteszorg. Ik hoop dat het voorjaar er heel snel en heel hard uit gaat komen. Want met al dat thuiszitten kunnen we wel wat zon op onze gezichten gebruiken. En nogmaals, zodra wij als Diabeter ook iets meer weten over de COVID-vaccins, dan laten we dat natuurlijk weten op onze website en op onze social media's. Heel hartelijk dank voor het kijken en nog een hele mooie avond toegewenst.